Vincent, 5-0 tegen Luxemburg, in principe mooi. Het resultaat van Zweden is dan minder mooi. Waarom heb je geen sokken aan? Ja, goede vraag. Ja, dat is een goede vraag. Wat is het antwoord? Ik ben ze eigenlijk vergeten. Ik hoop dat niemand het zou zien, maar... Ja. Viel mij weer op natuurlijk. Ja, je ziet wel veel, hè? Zat er iemand naast jou hier met een hele mooie gouden schaal. Wat vind jij ervan? Ja, geweldig. Het is fantastisch voor hem natuurlijk. Hij heeft het verdiend ook, dus stop. Klaar. Hoe oud was jij toen hij begon met voetballen in bij Oranje? Dat vraag je me wat. Ja, dat zou ik echt niet weten. Ik denk jaartje of 5, 6, 7. Toen zat je te kijken naar die jongen en dacht je, oh, een goede voetballer. Nou sta je naast hem. Is hij dan helemaal emotioneel na de wedstrijd? Of, Nee, best is gewoon best. Ik had eigenlijk dopingcontrole, dus ik ben er niet heel lang geweest na de wedstrijd. Dus ik heb het er niet erg goed kunnen zien, maar ze best kenden er alles wel mee, denk ik. Dan nog eventjes naar dat moment. Vorige een paar dagen terug stonden wij hier vanwege de penalty. Nu ging jij die bal halen. Wat denk je op dat moment? Ik schiet hem binnen, denk ik. Je legt die geef ik aan niemand af? Nee, dat is niet mijn intentie. Nee, om die wel af te geven. Gelukkig hoeft dat ook niet. Dus, goed. Van de week was het Arjen en je schiet hem prima binnen, klaar. En nu was ik het. Schiet hem ook goed binnen. Dus ja, dat is prima. Geen discussie. Ik sta het handje. Hey, laatste dan, dat Zweden toch even over hebben. Die deel van Frankrijk winnen. Heb je die goal toevallig gezien ook? Of? Nee, ik heb nog helemaal niks gezien. Slaat echt eens een tang op een varken. Hij schiet hem vanaf zijn eigen helft, schiet hij erin. Meen je niet? Oké. Okay. Ja, ik heb het niet gezien. Ik ga het straks terugkijken. Maar... Hoe moeilijk is het nu geworden om te kwalificeren? Moeilijker denk ik wel, toch? Nee, het is een lastige situatie, maar wij hebben voldoende vertrouwen dat wij dit WK gaan halen. En we hebben Vincent Janssen. En we hebben Nederland zelf al. Dus het komt wel goed.